Wim Scholtmeijer naast mij. Welkom bij Fortuna, bij het Theo Corporaal Korfbalspektakel. Leuk dat je hier wil zijn. Ja, dankjewel. Over een kwartiertje gaan wij door naar de finale, maar wij vonden het leuk als jij in de buurt bent. Joh, hey, kom even langs, kunnen we het even hebben over het afgelopen WK. Ja. Met wat voor gevoel kijk je daar nou op terug? Ver weg, in een ambiance met weinig toeschouwers, dus weinig ambiance moet ik zeggen. Ja. Waarbij er veel wedstrijden nog waren die niet heel erg interessant waren, dus even afgezien van onze wedstrijden. Verrassingen links en rechts toch wel dat België won van Taiwan. Ja. En, misschien ook wel Suriname, misschien toch ook wel... Ja, uiteindelijk hadden we er misschien wel een beetje gehoopt dat die verder zouden komen, maar ze spelen gewoon veel wedstrijden in korte tijd. Ja, en op een gegeven moment waren de blessures zodanig dat ze niet meer echt goed konden presteren. Ja. En het eindigde in een hele fantastische finale van onze kant, denk ik. Ja, is dan, ik bedoel, dat wij het goed gaan doen als Nederland, dat staat buiten kijf. En mensen gaan uit van die finale plaats en heel veel mensen gaan uit van goud. Ja. Is dan, hoe belangrijk is het plezier dan in dat hele traject met voorbereidingen, met alle wedstrijden? Hoe hoog staat dat op de lijst? Is alles. En dan moet je, de volgende vraag is, waar haal je dan je plezier uit? Ja. Op het moment dat je echt gaat focussen op winst. Of de tegenstander, de echte strijd, ja, dan haal je er weinig plezier uit. Dus wij richten ons heel erg op het spel, wij richten ons heel erg op onze eigen prestatie. Dus echt een focus op onszelf en daar proberen we dat ook uit te stralen, dat we daar plezier in hebben. Dat dit het spelletje is wat we het allerliefste doen. Ja. En dat daar onze focus ligt, maar dus zeker niet naar een tegenstander of naar een scorebord. Ja, nu heb ik het interview wat jij had met Mario van den Ende heb ik beluisterd. Ja. Vond ik heel interessant dat je zei het verschil tussen man en vrouw. Dat, onderling kan dat heel anders zijn, maar is het dan ook zo dat vrouwen ergens anders plezier uithalen van een wedstrijd dan mannen? Hou je daar ook rekening mee? Ik denk in algemene zin dat er natuurlijk verschil zit tussen man en vrouw. Plezierbeleving, als ik even naar onze groep kijk, nee, denk het niet. Ik denk alleen wel, dat gaf ik in het interview daar ook uit, dat de harmonie, de sfeer onderling waarin dus de prestatie geleverd wordt voor vrouwen belangrijker is dan voor de mannen. Ja. Voor vrouwen is dus de relatie, de onderlinge relatie, dat het allemaal lekker gaat, is een voorwaarde om te kunnen presteren. Ja. En leggen daar dus ook meer de nadruk op en hebben daar ook meer kwaliteiten dan dat mannen dat hebben. Ja. Die kunnen ook presteren zonder dat het gezellig is, leuk is. En, dat verschil is daar zeker, ja. Ja. Nou, nu is het natuurlijk die gouden plak die was in de pocket. En dan staat het niet stil bij Oranje. Nee. We hebben ook nieuws gekregen van Jordi Pasma en Zwart. Ja. Die stoppen bij de selectie. Ja. Hoe voel je je daarbij? Ja, dat zijn moeilijke beslissingen aan de ene kant. Want je jarenlang ben je met elkaar aan het werk. Aan de andere kant staan wij voor de kwaliteit en ook weer de sfeer van waarin wij dus met elkaar dagelijks bezig zijn. En vonden wij dat we deze beslissing gewoon moesten nemen. Ja. En er zijn ook heel veel argumenten om te zeggen, ja, je kan nog wel met mensen door. Maar zeker in het geval van Erwin, die na het EK in Friesland eigenlijk wel aangaf van, nou, ik ben er wel klaar mee. Dat brengt dan een sfeertje met zich mee waar wij wel afscheid van moesten nemen. Ja. Ja. Is het nou ook zo dat je vanuit de functie als bondscoach ook met een schuin nog kijkt naar de hoofdklasse? Of is het puur alleen korfballie? Puur uit interesse kijk ik naar de hoofdklasse. En dat is meer omdat als je het hele korfbal even bekijkt, dat je eigenlijk de top van de hoofdklasse steeds meer naar de onderkant van de league kijkt. Dus eigenlijk vanaf plek 6, 7 vanuit de league en de top 5, 6 van de hoofdklasse. Dat verschilt niet zo heel erg veel qua niveau. Ja. Dus daarom kijk ik wel naar de hoofdklasse. Maar als het gaat over selecteren van mij, ja, dan moet ik me beperken tot de Corvo League. Ja. Heb je er ook een beetje zin in dit nieuwe league seizoen? Wat zijn jouw verwachtingen persoonlijk? Nou, we hebben zeker met Top en PKC zijn we hier eigenlijk de twee grote. Die zullen aan het einde van de competitie, hè, dus niet de finales, maar de competitie, ja, zullen die twee wel weer bovenin gaan staan. Dan denk ik dat Blauw-Wit of LDODK daar vlak onder zit. En dan heb je gewoon een hele grote groep die met elkaar strijden voor plek 4. Dat was vorig jaar ook al zo, maar ik denk dat het dit jaar nog dichter bij elkaar ligt. Hmm. Waarbij LDODK moet nog wel weer blijken hoe zij het verlies van Fleur op gaan vangen. Ja, en dat is. Ik ben dan gewoon heel erg benieuwd naar hoe dat gaat daar. Ja. Klein stapje met het internationale. PKC heeft zich versterkt met tweetal Belgische spelers. Ja. Is dat alleen maar positief te noemen, ook voor internationaal niveau, denk je? Ja, kijk, willen wij iets internationaal, dan moeten gewoon de spelers
hier naar Nederland komen. We hebben daar twee Chinezen zitten die nu weer ook aan het spelen zijn. Alleen dan zullen we het probleem van het internationale korfbal, oftewel gewoon dat er meer goede spelers zijn, dat andere landen echt beter worden, daar zit de oplossing van dat probleem. Ja. Die moeten gewoon naar Nederland spelen. België heeft nu een generatie spelers die allemaal erg gemotiveerd zijn om in Nederland te spelen. En dat zou ik ook gewoon absoluut aanraden. Wekelijks die weerstand, dat is geen waar het over gaat. Ja. En als je het dan hebt over spelers van veraf hier naartoe halen. Ja. Waar zou volgens jou dan het initiatief moeten liggen? Zouden dat clubs moeten zijn die spelers benaderen van Taiwan of iets dergelijks? Ik noem maar wat. Ja, uiteindelijk heeft het ook gewoon met geld te maken. Kijk, als jij gewoon als Taiwanese of Chinees hier naartoe komt, is het 3 maanden. En dan verloopt het visum en dan moet je Europa uit. Ja. Tenzij jij een betaalde baan krijgt, een minimum inkomen hebt. En dat kunnen heel veel clubs op dit moment gewoon nog niet garanderen. Ja, dat dus is het heel erg lastig om dat voor elkaar te krijgen. Ja. En blijft het bij initiatieven als dit, 3 maanden lang veel wedstrijden spelen. Ja. En dan door. Ja. Heel benieuwd wat het komende seizoen gaat meebrengen. Nou, ja. We gaan jou wel eens langs de lijn hier zien, ook misschien bij Fortuna. Ja, zeker. Dan zou ik zeggen, heel veel kijkplezier, ook dadelijk met de finale, want die begint over 10 minuutjes. Ja. En graag tot de volgende keer, Wim. Goed zo. Dankjewel.